Hoi, ik ben Jeremy van Flights & Webshop en ik wil jullie vandaag laten zien hoe de Honeycomb Alpha Flight Controls worden ingesteld in Microsoft Flight Simulator. En daarvoor beginnen we in het hoofdmenu en dan gaan we naar de opties en dan uiteraard naar de controls. En in de controls zien we eigenlijk direct dat de Alpha Flight Controls worden herkend door Flight Simulator. Evenals het toetsenbord, de muis en de TWCS-trottel die ik op dit moment ook aangesloten heb. Kijkend naar het scherm, het is opgebouwd aan de linkerkant, kan je op allerlei manieren zoeken. In het midden zie je wat er precies ingesteld staat. En aan de rechterkant zie je een afbeelding van die ook. En daar staat precies omschreven, met behulp van nummers, welke joystick buttons nou eigenlijk welk nummer hebben. Dus bijvoorbeeld deze grote rode knop aan de rechterkant van die ook, die heeft nummer 4. Nou ja, zoals ik zei, er is al best veel ingesteld. Alleen één ding is niet ingesteld, wat de meeste flight simmers wel graag op een jeuk hebben, en dat zijn de remmen. Ik ga ze eventjes voor dit voorbeeld ga ik ze aan knop nummer 3, dat is dit kleine witte knopje, ga ik ze toewijzen. En wat fijn is, is dat je kan zoeken op naam, maar ja, in dit geval weten we niet wat er aan toegewezen is. Dus we kunnen ook zoeken op de input. Dan zetten we de cursor erin. Dan klikken we erop en dan zien we inderdaad dat hier de external view mode aan button 3 is toegewezen. Die halen we er heel eventjes uit, want we willen niet twee toewijzingen aan dezelfde knop hebben. Op het moment dat we anders gaan remmen, dan zou ook ons uitzicht veranderen. Dus we gaan heel eventjes in het veld staan en dan klikken we op clear current input. En dan vervolgens validate. Dan vraagt hij om een nieuw profiel te maken. Laat ik je straks ook nog van alles overzien in de preset manager. Maar in dit geval heb ik dus nu joystick button 3 heb ik eruit gehaald en je ziet inderdaad dat die niet meer vindbaar is. Heeft ermee te maken dat ik hem nu als filter heb staan op de assigned toetsen. Ga ik naar all, dan vind ik eigenlijk alle toetsen die ook niet zijn ingesteld of alle mogelijkheden die niet zijn ingesteld. Zoals ik zei, ik wil de remmen daaraan toewijzen. Toets ik in brakes. En mocht je hier nu geen resultaten krijgen, dan zou het kunnen zijn dat hij dus op assign staat. Want ik heb ze nog niet toegewezen, dus dan betekent dat dat we geen resultaten gaan vinden door dit filter. Zet hem dan even naar all. Ga weer naar breaks, dubbelklik. Klik weer op search by input en toets dan weer die witte knop in. En dan zie je inderdaad dat hij wordt herkend en als joystick button 3 wordt weergegeven in Flight Simulator. Die valideren we en dan zien we nu inderdaad dat de remmen zijn toegewezen aan joystick button 3. Hetzelfde kan je eigenlijk met een as doen, maar die assen die zijn ook ingesteld in Flight Simulator. Zoals je ziet, de ailerons die zijn toegewezen aan de x-as. Ik haal ze er heel eventjes uit, zodat ik kan laten zien hoe je die x-as toe kan wijzen. Mocht je daar een keer problemen mee hebben, dan weet je dat in ieder geval. Let er goed op dat als je op de ailerons as zoekt, dat je weer filter alles hebt, want anders dan zie je ze niet. Klik weer klikken op search by input. Dan beweeg je je yoke, dat kan naar links of dat kan naar rechts zijn. En dan zie je inderdaad dat die x-as wordt geregistreerd. En dan valideer je hem weer en dan heb je hem weer toegewezen. Dat is eigenlijk hoe je de knoppen en de assen kan toewijzen. Gaan we kijken naar de sensitivity. Hier kan je namelijk instellen op welke manier je je yoke wil laten bewegen. Op dit moment staat hij op 0 en dat betekent dat je yoke eigenlijk lineair beweegt. Dus elke uitslag, dus hoe verder je hem draait, elke uitslag geeft dezelfde uitslag in Flight Simulator. Eerder had je hier altijd tools voor nodig als je hem niet lineair wilde laten verlopen. Maar ze hebben het nu dus ingebouwd in Microsoft Flight Simulator, wat eigenlijk best wel cool is. We hebben de sensitivity, ik wilde hem op 30% zetten, hebben we nu aangepast. En je ziet dat die lijn inderdaad niet meer lineair verloopt, zoals hier nog wel op de y-as. En wat er nu dus gebeurt is op het moment dat je een stuurbeweging maakt, dan zal in het begin betekenen dat je dat de uitslag, de draaiing even ver is, maar de uitslag in de simulator is minder. Dus je krijgt zeg maar rondom het nulpunt krijg je een wat rustiger stuurbeeld. En vooral als je gaat landen, dan kan dat nog wel eens fijn zijn. Want dan haal je een soort van overcorrectie waar je normaal misschien wel last van hebt, die haal je daaruit.
Een ander ding wat je kan instellen is de dead zone. De dead zone die staat op 2%. En ik denk dat het voor de honeycomb yoke prima is om die op 2% te laten staan hoor. Maar bij de wat oudere yokes heb je rondom het nulpunt heb je wat onrust af en toe. Dus dan zijn er bewegingen die er niet zijn. Of de bewegingen rondom het nulpunt zijn iets minder nauwkeurig. En dan zou je ervoor kunnen kiezen om bijvoorbeeld je dead zone op 10% te zetten. En wat je dan ook ziet hier in die grafiek is, de eerste 10% van je beweging is er geen uitslag. En pas na die 10% ga je uitslag krijgen in je simulator. Dus op het moment dat je wat onrust hebt rond dat nulpunt en je wil dat eruit filteren, dan zet je gewoon je dead zone naar een wat hoger percentage als die 2% staat. En dan zou dat beter moeten gaan. Qua sensitivity denk ik, ja, om mee te beginnen, min 30%. En kijk gewoon even wat je prettig vindt en wat je zelf fijn vindt. Misschien wil je wel helemaal niet die 30% minder sensitivity hebben. Dan wil je gewoon dat die uitslag lineair is. Maar kijk gewoon wat prettig is voor jezelf. En stel op basis daarvan je sensitivity in. Net al even een keer genoemd, de preset manager. Het laatste onderdeel wat ik aan jullie wil laten zien. Dat is eigenlijk, ik noem hem heel eventjes save. Dat is eigenlijk waarbij je de Alpha Flight Controls meerdere profielen mee kan geven. Dus op dit moment hebben we hem op een standaard profiel staan. Waarbij we niet meer een standaard profiel, maar we hebben de remmen hebben we toegewezen aan een knop. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je in bijvoorbeeld een klein vliegtuig vliegt en in een Airbus. En in een Airbus, daar zou je wel om een autopilot willen vliegen en in het kleine toestel niet. Dan zou je er ook voor kunnen kiezen om bijvoorbeeld de knop die voor de autopilot bestemd is op je yoke, om die een andere functie te geven. Dan kan je zelf verzinnen welke functie dat is. Maar daarvoor zou je dus een nieuw profiel kunnen maken. Dat kan je doen door hem te dupliceren. En dan maken we daar een Cessna profiel van. Ik noem hem even 6. De knop die op dit moment voor de autopilot geconfigureerd staat, dat is button 4. Je zou er dus voor kunnen kiezen om button 4 weg te halen. En die aan een andere functie toe te kunnen wijzen. Die kan je bijvoorbeeld uit je essentials halen. Dus als je bijvoorbeeld de auto start engine op je yoke zou willen hebben in plaats van de autopilot, dan is het gewoon, dan selecteer je hem hier, valideer je hem. Kijk, als we hem nu dan apply en save klikken, dan slaat hij het profiel op. En dan ga ik heel even naar de assigned functies. En dan hebben we inderdaad de auto start engine staan. Voor de Cessna switchen we naar het andere profiel. En daar zie je dat die niet staan. Dus zo kan je heel makkelijk eigenlijk profielen voor verschillende vliegtuigen opbouwen. Wil je geen gebruik maken van het vorige geconfigureerde profiel zoals dat met Flight Simulator komt, kan je ook gewoon heel eenvoudig een nieuw profiel aanmaken. Dat doe je door een leeg profiel te selecteren. Nou, die noemen we dan in dit geval eventjes leeg. En daar zie je dat er helemaal niks assigned staat. Dus zo kan je ook je eigen profiel opbouwen. Helemaal naar je eigen inzicht. En daar bijvoorbeeld andere koppelingen toewijzen aan je switch panel wat op je yoke al zit. Dus ja, zo kan je er eigenlijk een beetje mee gaan spelen. En dat is wel fijn dat dat tegenwoordig in Flight Simulator zit. En dat je daar niet meer aparte mapping software voor nodig hebt. Waar je dat in eerdere versies van Flight Simulators wel nodig had. Ga ermee aan de gang. En mocht je vragen hebben, je kan ons altijd bereiken via telefoon, e-mail of chat. Succes en veel vliegplezier!